Yo, het is leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag zijn we weer ergens anders. Vandaag zijn we op Epicon. En de vraag is, wat ben jij verkleed? Dreuzel. Ik geloof je niet. Je kan niet toveren, moet ik het bewijzen? Die tovert een bobbel in mijn broek. Een hele goede dag. Niet alleen de première van Transformers 4 is zojuist uitgekomen, maar ook Transformers Universe zit eraan te komen. Wat is Transformers Universe, zul je vast afvragen. Het is eigenlijk gewoon een 10v10 deathmatch waarin wordt gevochten tussen Decepticons en Autobots, zoals je vast wel kennen. Je kan veranderen in een auto, zoals het ook hoort, dus je kan wegvluchten, wegrijden. Want je hebt echt een massive plattegrond waar je over kan gaan. En de gameplay, ja, wat kun je zeggen over de gameplay? Het is tactical, het is different set of skills per bot. Dus je kunt eigenlijk heel veel met deze game. En gaat een e-sport worden? Wie weet, misschien binnenkort. Het is niet de doelstelling van de makers in ieder geval. Maar dat het een vette game is, dat staat wel vast. Ja, leuk. Leuk. Maar koop het toch niet. We zijn bij de MSI stand. De eerste wat ik regel is een gratis tas. En niemand minder dan de enige echte Rick van Snert Gameplay zit hier gewoon. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben een computerspelletje aan het spelen. Want... Klopt. Dus je betaalt 15 euro om hier een game te spelen die je al hebt. Ja, maar hier lijkt hij niet. Dat is wel fijn. Je lijkt thuis dus wel. Ja, echt keihard. Lekker. Lekker. Ja. Wou je nog iets kwijt, Rick? Ik ga ze wel poepen als je het niet erg vindt. Ik sta hier nu in de stand van Evolve van 2K Games en Turtle Rock Studios, als ik het niet mis heb. En ik sta hier samen met Jean-Paul. En hij is marketing PR manager van 2K. Ik heb zojuist de game kunnen spelen, maar ik denk dat Jean-Paul toch wel iets beter kan vertellen. Wat is het eigenlijk? Evolve is een asymmetrical, competitive, cooperative shooter. Waar komt dat op neer? 4-1. Je hebt een groep van 4 hunters die het opnemen tegen 1 monster. De 4 hunters worden gespeeld door mensen, maar het monster ook. Ja, en dat maakt het eigenlijk op zich echt heel uniek. Ik heb net ook een potje kunnen spelen, speel ik Assault. Maar er zijn dus nog andere rollen. Je hebt Assault, Trapper, Medic en support. Ja, dat zijn 4 classes die je gewoon zo wil samenwerken. En geloof mij, je hebt hier eigenlijk wel teamwork voor nodig. Want wat gebeurt eigenlijk als je geen teamwork hebt? Dan word je eigenlijk gewoon keihard in de pan gehakt. Ja, want de monster heeft 3 stages. Ja. En wat gebeurt er nou in die derde stage? De game begint en is het monster in de eerste stage. Is hij nog redelijk klein, heeft hij beperkte krachten. Nou, dan moet hij maken dat hij wegkomt uit de buurt van de hunters, want die komen zitten hem echt op de hielen. Dan moet hij wildlife eten, beesten in zijn omgeving eten. Dan kan hij evolven naar de tweede stage en dan kan hij zijn krachten uitbreiden. In de tweede stage is je al echt even sterk als je 4 hunters samen. Maar red je naar stage 3, dan is het een big ass. En dan kan de muis wel andersom. En dan zijn de hunters die moeten maken dat ze wegkomen. Nou goed, deze game die komt 21 oktober uit voor de PS4, de Xbox One en de PC. Dus ben je benieuwd? Check even naar de trailer die je vast wel ergens op internet kunt vinden. Want hij is echt heel vet. Niet alleen games, maar ook van alles over e-sports, computers, hardware voor je computer. Cosplay kun je vinden op Epicon. Dus wat kunnen we eigenlijk zeggen over Epicon? Het is leuk, het heeft nog even zijn groei nodig. Dus wie weet zien we jezelf weer bij de wintereditie of volgend jaar bij een nieuwe zomereditie.